Heel goedemorgen, deze Markets Update verzorg ik voor BNP Paribas Markets. Nieuwe records voor de Dow Jones en S&P 500 met plusjes van een half procent, waar de Nasdaq licht hoger sloot. Macrocijfers over de Amerikaanse economie waren een belangrijke steunpilaar. Het bruto binnenlands product groeide met 3,3 procent en dat was beter dan gevreesd, maar wel lager dan een maand eerder. En zo blijft het Goldilocks scenario, van een zachte landing voor de economie, nog in stand. Ook de inflatiecijfers duiden op een verdere lichte daling. En door de lagere olievoorraden in de VS trok de prijs van olie wel weer stevig aan. Bij de aandelen was Tesla de gebeten hond na de cijfers met een daling van 12%. American Airlines was een andere uitschieter met plus 10% na meevallende resultaten. En na beurs stelde Intel teleur niet zozeer met de resultaten over het vierde kwartaal, die waren boven verwachting. Met een uh, margeverbetering van 39 naar 46 procent. Maar de verdeling van de 10% omzetstijging baarde wel zorgen. Juist bij datacenters verliest het fonds snel terrein. En de Outlook viel dan ook zwaar tegen. Een min van 7 procent voor de koers was het gevolg. En ondanks dat consumenten nog stevig met de creditcard wapperen in Amerika. kon Visa, ondanks een nette groei van 9, niet imponeren. Dat aandeel leverde 3% in. En ook de daling bij Tesla zet door in het sentiment bij de Chinese autobouwers. Na de recente opmars gaf de Hang Seng 1,8% prijs, waar de Shanghai Composite nog onveranderd bleef liggen. De Nikkei liet een daling van 1,3% zien. Um, dat had te maken met fors lagere inflatiecijfers. Die kwamen uit op 1,6% tegen 2,4% een maand eerder. Het blijft voor de Japanse overheid al decennia lang... een probleem om de binnenlandse consumptie aan te wakkeren. En de futures in Amsterdam... duiden ondertussen op een redelijk onveranderde opening. Daar gaat overigens alles over ASML. Dat die tijdens de kwartaalcijfers ook een minder vrij geluid horen. De overheid moet nu echt gaan acteren op diverse fronten... om Nederland nog geschikt te houden met het investeringsklimaat. Het schrappen van de expatregeling... Problemen met bouwvergunningen, verstopte wegen en een over de limiet groeiend stroomnet jagen grote bedrijven de grens over, al is Topman Wenning. En Signify wist op een bijna 8% lagere omzet wel de marges te verbeteren tot 12,1%. De operationele winst kwam in lijn der verwachting uit tot 209 miljoen. Netto bleven slechts 59 miljoen over. En dit was onder andere door eenmalige reorganisatiekosten. ...ten bedragen van 83 miljoen. Men stelt een dividend voor van 1,5 euro. Sorry, 1,55 moet dat zijn. En WDP laat sterke cijfers zien. Het Belgische Vastgoedfonds voor Logistiek Vastgoed... ...zag de operationele winst met 12% aantrekken... ...en komt met een ambitieus groeiplan... En eindelijk positief nieuws bij Corbion: De Amerikaanse emulgatortak is verkocht voor 362 miljoen dollar aan Kingswood Capital Management. En daar kan uh, het voormalige CSM een boekwinst van 275 miljoen aan overhouden. Eind deze maand komt een lang verwachte strategie-update. En PostNL laat mij weer eens een winstwaarschuwing horen. En zo komt de koers onder de prijs, dan wel in de buurt van de prijs van een postzegel. Men zag minder pakketten rondgaan waar juist fors op was geïnvesteerd. Op groei en ziekteverzuim waren de belangrijkste tegenvallers. Adidas was een opvallende stijger in de Duitse DAX-index. Naar verluid hadden analisten een goed gesprek met de top van het bedrijf. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Op de agenda van vandaag kerninflatiecijfers en verkopen alleenstaande woningen uit de VS. We hebben bedrijfcijfers voor beurs van American Express en Colgate-Palmolive... En maandag voorbeurs laat Philips de cijfers zien. Bank of America komt met een koopaanbeveling op Process, koersstoel 48. En we hebben weer heel wat koopadviezen voor ASML. Bij Tesla zijn de meningen sterk verdeeld. Bernstein zegt verkopen. UBS zegt houden. En RBC geeft een koopadvies. In ieder geval is maandag er weer een nieuwe versie van de Markets Update. Tot dan.